prijzenkijkers. En vooral goedemorgen ISA Challengers van de Jip Geerlings Challenge. Daar zijn we voor op pad vandaag. Dit wordt challenger nummer 6 volgens mij. We hebben al best wel wat gehad. En deze gaan we op twee locaties opnemen. En dan kom je zo dadelijk wel achter waarom. Maar we zijn bij Willem van Vlerken in Mierlo. In Mierlo, klopt. Ja. Mooi Brabant. Zonnig weer in Brabant, hè. Dat moeten we nog maar zien daarboven in Lisse straks. Willem, vertel eens even wie je bent. Ja, ik ben Willem van Vlerken. En ik kom inderdaad uit Mierlo. 37 jaar. Ik heb mezelf, zoals je straks ziet, een autobedrijf. En daarnaast heb ik als hobby de kooivijver. Ja, dat is echt tof. En dit is echt een flinke kooivijver. Is dit je eerste vijver? Nee, tweede. Ik had eerst hier een 20 kuub vijver staan. En daarna had ik iets van, ik wil iets boven de grond met ramen erin. En toen heb ik de boel verplaatst, meer in het zonnigere gedeelte. En heb ik meer ruimte in de rest van de tuin. Dan heb ik hier een 35 kuub vijver. Gelijk iets groter gemaakt? Ja, meteen iets groter gemaakt. Ja, ja. Van 20 naar 35? Ja, naar 20 naar 35. Dus de afmeting was al 7 bij 3. Alleen die was niet zo diep. En er zat een ondiep gedeelte in met een plantenfilter. Dus dan heb ik alles dezelfde afmeting gemaakt, maar dan 1,75 diep en 7 x 3. En dan kom je ongeveer op... En wat merk je er nou van? Want van 20 kuub naar 35 kuub, was dat nou een groot verschil? Vooral in de zin van, ik had toen maar gewoon een simpele kamerfilter erop staan. En dat was het allemaal eigenlijk maar net niet. En als je dan straks ziet waar ik nou heb staan met een rotator 100, een trikkel en achter nog, dan zie je nou net niet, maar achter nog een 3 meter kamerfilter. Dan, dat vooral is een groot verschil. Als je iets doet, dan moet je ook zorgen dat het filter groot genoeg is om een hoop ellende te voorkomen. Ja. En goed, is je tweede vraag. Hoe lang geleden was het dat je de eerste keer begon? De eerste keer van 2017, toen ik hier kwam wonen, heb ik meteen al die vijver gemaakt. Met de hand allemaal uitgeschept. Ja? doe ik nooit meer, dus hier heb ik met een graafmachientje gedaan. Deze is nou 2,5, bijna 3 jaar heb ik deze nou. Oké, okay. En wanneer werd je voor het eerst verliefd op de kooi? Ik ben altijd wel een dierenvriend geweest, dus daar trok me altijd wel aan. Mijn schoonouders, die hadden toevallig ook een kooivijver. Inmiddels niet meer, die koois had ik toen overgenomen omdat met de kleinkinderen. Dus dan zie je wel het hekwerk waar ik hier op heb zitten. Dat is niet alleen voor de rijken? Niet alleen voor de rijken, ook daarvoor. Ook. Maar vooral voor de kinderen dat die er niet in kunnen vallen, dat is het belangrijkste natuurlijk. Zeker. Misschien iets minder mooi, maar aan de andere kant, ik vind het ook wel wat hebben. Goed, veiligheid boven alles. Dat zeker. Ja, en mijn oom die heeft ook al heel lang een hele grote natuurvrijver zitten. Ja. Dus, en daar heb ik het ook misschien een beetje van. Dus, En het zit 35 kuub. Hij zit al aardig vol. Ja, hij zit er al aardig vol. Er zitten er ongeveer een 30 in. Ja. Misschien moeten er nog wel een paar die ik nog wil verkopen, maar goed. Er zitten een paar hele grote bij, Karashi en... Twee van 80 Shagoy. Plus. 80-plussers. Dat klopt, 80-plussers. De rest zit een beetje tussen de 30 en de 60 ongeveer, wat ik erin heb zitten. En verwarm je water? Nee. Hoe warm zou het nu zijn, denk je? Nou zal je ongeveer... zal toch wel 20, 21 graden zijn. Oh, toch wel? Die staat de zon, zat er continu, nou is hij weg, maar dadelijk dan... komt hier eigenlijk de hele dag, staat hier de zon ook op. Dus met die grote ramen verwarmt het best snel. Dus, ook dat, ja. Ja, dus ja. Is het zeker al, nou is je zeker al boven de 20 graden. En wat voer je deze? Voornamelijk had ik eerst Ski Mitsu. Nou ben ik ook een beetje met Marks kooivoer toch bijgegaan. Want ik zag er zijn twee die heel aardig aan elkaar gewaagd zijn. En dan denk ik, waarom ga ik ze niet allebei voeren? Dus wel zinkend, dus ik ben echt van het zinkend. Ik ook. Dat vind ik wel rustiger voor de vissen. Ja, rustiger voor de vissen. En sowieso als ik drijvend ga, ik heb mijn skimmer daar zitten. Als ik net wat te veel voer, dan ligt de helft in de skimmer. Dus dat vind ik ook niet ideaal. Dus daarom vind ik met zinkend sowieso fijner dat iedereen, ook de grote en de kleine, niet alleen de schokkers alles opeten. Dus dat is vooral, maar ook wat het niet in de skimmer komt, idealer. En heb je al favoriete variëteiten? Ik ben best wel van, dat trekt me meestal toch wel aan, de eenkleurige. Daarom ook die grote Krassi en Shagoy. En die drie benigoois. En de benigoois. Maar daartussen heb ik ook Showas van de Easy Challenge, maar ook die zitten hier ook meer erin. Dus
ik heb niet specifiek, maar ja, het grote trekt me natuurlijk wel aan. Maar ja, tegenwoordig vind ik ook leuk van klein naar groot opzien. Ja, dat is ook cool. Hè, ja, vind ik echt. Daarom doe ik daar ook aan mee. Vind ik ook, nou, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Wat is de reden dat je mee doet? Ja, ik heb dan sinds vorig jaar, is de eerste keer dat ik een challenge meedoe, was de Yamabuki Challenge van Yoshiki Koi. Ja. Heb ik hem meegedaan. En toen had ik er nog geen. Dus heeft Paul van Mierlo over mij, heb ik hem daar zo lang mogen gelaten tot december ongeveer. Okay. En toen heb ik mijn, waar we straks komen te gaan kijken, daar heb ik mijn opgroeien neergezet om te beginnen kijken hoe dat was. Ja. Dus dat viel eigenlijk wel. En denk, ja, dan ga ik, wil ik ook kijken bij de Kooi 2000, wat hebben ze daar? En kwam ik deze challenge tegen met een hele mooie show. Was denk ik, ja, die kans krijg je maar één keer voor die prijs natuurlijk. Dat sowieso van Isa. Ja. En hoeveelste keuze had jij? Ik was de allerlaatste, 15e. Je kwam dus ook na mij. Ja, ik kwam na jou inderdaad. Ja. Eigenlijk was ik één en laatste, want Lotte toch nog bedankt dat je vrouw te laat weggestuurd hebt. Gedaan, dus ik was één en laatste. Dus, dus ik was al een beetje schrijnig eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Maar uiteindelijk toch een leuke rijd kunnen. Nou, dat was ik ook hoor. Ja, ja. En denk, maar ik had het. Ik had het Melvin zo gegund. Die gast heeft zo. Ja, was altijd het laatste, zei hij al. Ja. Altijd laatste. Dus nou. Nasje 2 en 3. Johnny en hij waren van de eerste. Dus dat is wel gegund. Ja, daarom. Dus acht jaar. En is het de eerste vis die je bij Jip koopt? Ja, de eerste keer bij Jip. Ja, want wat vond je ervan? Want je was er ook nog niet in. Nee, nog niet eerst wist. Met open dag toen inderdaad. Ziet er allemaal goed uit. Verschillende bakken heeft hij staan. En heeft het wel goed voor elkaar. Ja, en ook aan huis. Aan huis, zeg maar, ik kan voor- en nadelen hebben. Want als je pech hebt, heb je wel. Kan ik niet even. Nou, maar ik zou wel tof vinden, want dan kan ik even de vissen checken en even wat doen dan dat je dat we wel auto... daarom is je weet ik heb een ga ik een dak opgroeibak in mijn showroom zetten dus nou, daar wil ik ook wel naartoe gaan, want wij ik ben jou vanmorgen op gaan halen op jouw zaak en ik vroeg jou waarom ben ik nou hier eigenlijk bij de en toen zei je nou ik was toch aan het werken, dan weet ik niet dan hoef je niet te wachten dat was het, dat is ook heel slim, 5 minuten vanaf, dus ja, maar toen vertelde je me ook van hier, en dan krijgen we nu eventjes kort in beeld, vanuit de showroom. Jij gaat gewoon hier een opgroeifaciliteit maken. Ja, ja klopt. Misschien sommige mensen al gezien op de Kooi 2000 app. Rick van RVDH Kooi, die is een hele grote opgroeibak voor mij te maken van 2,5 bij 1,5. En ik wil ook niet zomaar iets, maar ik wil wel eentje waar de filter geïntegreerd is. Dus ik wil niet allemaal pushpas eromheen. Dus ik moet het netjes hebben. Dus ik wil een trommelfilter dat ik ook niet te veel werk mee heb. Want in het werk heb ik dan natuurlijk niet zoveel tijd als hier. Dus ik wil een trommelfilter met onder andere een trommelfilter in ieder geval erin. En dan met wegen bed en dus alles komt erin. Dan wil ik helemaal netjes in één grote bak hebben staan. Dus, dus die Rick die begon met trikkels en toen trommels en nu opgroeifaciliteiten. Dus Rick is van alle markten thuis. Ja. Oh. Hij kwam een keer bij mij van, het zou wel mooi zijn hier een mooie bak. Dus dat klopt. Ik zeg, weet je waar, ik ontwerp maar. Doe maar. Dus zo is het een beetje gekomen. En stiekem hoor ik door al die regels heen dat eigenlijk ben je... Jij koopt bijna alles bij al die Kooi 2000 partners. Want je hebt nou die Soa Challenge. Ja. Ik hoorde je net Rotator zeggen, dus dat zegt voor mij al. Heeskooi. Ja, klopt. Een aantal vissen hier, ook van A2 Kooi, van Heeskooi. Maar jouw favoriete dealer is? Ik kom veel bij Top Kooi Store. Daar heb ik ook, die hier ook zwemt, bij de loterij de grote Chagooi gewonnen. Dus nog bedankt, Koen. Ja, bedankt, Koen. Ja. Ik deed ook mee. Dus het is niet dat ik een specifiek in iemand heb, maar ik kom overal. Maar je pakt ook 2,5 uur rijden naar... De Kooi Company, dat klopt. Ja. Daar heb ik onder andere de hele grote Krasje gekocht. Maar onder andere ook al meerdere. Maar ik vind het wel de moeite waard. Het is wel 2,5 uur rijden vanuit hier. Maar goed, het is wel kwaliteit vissen daar. En het is gewoon een keer mooi om te zien om die grote 200 kuub opgroeien. Ja, zo vet. Dus dan moet je wel een keer geweest zijn, vind ik dan. Dat is waar. En ze hebben wel leuke koois. Maar dat is goed op de hoorde. Zowel de Kiyomizu voer, de Marx kooi voer, je filterinstallatie, je kooi dealers. Ik beer het iedereen wat te gunnen natuurlijk. Ja, je challenges, je loterijen voor een Chagooi. Dat is allemaal. Ik vind dat fijn om te horen. Ja. Ik denk onze partners ook. Ja, toch? Hey, maar ik ga hier even wat fotootjes maken, filmpjes maken. En dan en je filterinstallatie. Ja. En dan gaan we naar
Naar de Showa, want daar zijn we wel benieuwd naar. Ja, ja, dat is goed. En die gaat, waar gaat die Showa dan straks naartoe? Als die opgroei klaar is? Ja, er was eigenlijk al de bedoeling dat die vanaf begin af aan eigenlijk al op de show, op de zaak komt in die grote bak. Maar ja, helaas door de leveranciers die niet traag werkte, was het allemaal niet op tijd klaar. Dus nu zit hij nog bij mijn ouders lang, omdat die hebben, ja, zie je straks wel heel veel plek. Dus daar heb ik mijn slang neergezet. En de bedoeling is eigenlijk daar, maar ik denk dat ik die straks toch wel weer hier gewoon hier terug hierin gaat. Dus, Dus nou eens even afwachten op die bak totdat alles klaar is. Hoe lang duurt dat nog, denk je? Ja, als ik terug ben van vakantie, had Rick gezegd, dan volle vakantie de nacht. Dus volgende week zou die moeten draaien. Dus, en dan moet hij nog afwerken. Dus na mijn vakantie, dus over half week augustus, dan moet hij toch wel een heel eind klaar zijn. Mooi. Ja. Nou, dan, en hoe ver weg zitten je ouders van hier? Vijf minuutjes. Vijf minuutjes, nou. Dan gaan we daar even de show pakken. Ja. Tot zo. Tot zo. Dan gaan we naar het filtergedeelte. Hier binnen hebben we een rotator 100 staan. Wel een aangepaste, die is minder hoog. Dan komt meer, ik had eerst een 50, maar die was eigenlijk bedoeld voor de 20. En toen ging ik in één keer dit allemaal maken. Dus heeft Dennis mij ermee geholpen en die weer in te ruilen en de aangepaste 100 te maken. Oké. Okay. Daar bovenop. Hier zit die trommels in. Ja. En de UV. Ja, en UV. Oké, en daarbovenop? Daarboven heb ik daarna nog een trekker laten maken door Rick. Waarom heb ik de extra gedaan? Ja, vorig jaar heb ik een keer een paai gehad, waardoor ik allemaal nitrietpieken had. En daar werk ik akelig van en ik wilde meer overcapaciteit dan te weinig. Dus daar heeft Rick nog een trekker gemaakt. En ja, zoals je langs ook had gezien, de 3 meter lange meerkamerfilter nog erbij. Ja, goed. Netjes. Al die spulletjes, een beetje alg, behandelingsspul, luchtpompjes. Ja, dat zie ik wel vaker, dat grint zo hier tussen de buizen allemaal door. Het was net al van. En dan, daar hebben we kooivoertonnen, werk ik ook heel vaak. Ja, onder is alles Kimitsu. En toevallig net Marks kooivoer binnengekregen. Ah, cool. Heel goed. Nou, mooi. En je bevalt je de rotator zo? Ja, prima. De waarde is, als je ziet, de waarde is echt goed. Ik voer nu ongeveer 500 gram met dit alles. En ja, 500 gram per dag? Per dag. En vissen zijn allemaal groter. Dus dus op zich kan er nog wel makkelijk meer. Maar ik zit nu, voor mijn doen vind ik het al genoeg 500. Ja, je water ziet er kraken uit. Dat is hartstikke mooi. De nitriet die verandert amper. Dus en daar was de bedoeling ook extra filters neer te zetten, zodat slim daar goed bleef. Belangrijker dan veel voeren. Daar was de oude wijn van de achter. Ja, op wat hockey staat nou, daar zat hij eerst. We gaan de show wel opzoeken. Ja. Willem, wat heb je hier staan voor een Q-bak? Dat heb ik tijdelijk al. Want hier dadelijk gaan ze naar die andere allemaal. Maar deze heb ik toen bij A2 gekocht. Die ging toen verbouwen. Daar heb ik eigenlijk eentje over nog een beetje gemodificeerd. En om te kijken van is het al iets dat de opgroei. Dus hier ben ik een beetje mee begonnen. Sinds december heb ik dit ongeveer. En ook niet verwarmd? Wel verwarmd. Hij is volledig geïsoleerd. Ja. Staat in een prachtige grote boerenschuur. Ja. Bedoel ik niet onbiedig, maar vooral heel veel respect. Prachtig mooi landelijk hier. Ja. En dat is dan 600 liter of zo? Dit is 1100 liter. 1100. Oh, 1200 staat er zorgen. 1200 liter. Ja. En dan zitten er 6 tossaaien, of tenminste 6 vissen in. Ja. En dan moeten dan daar naar die andere heen. Maar voor zolang. Naar die grotere bak. En gaat prima. Dus je hebt het geïsoleerd. Wat voor veel. De trikkel. Een trikkel heb ik erop zitten. Daaronder zit een honingraad. En daarboven zit matten zitten erop. En dan heb ik nog oesterschelpen erin liggen. Waarom? Ja, geen idee. Daar hebben ze in Japan overal liggen. Ziet dat het kraak helder. Hij is kraakhelder. Ja. De lamp van Paul van Mielen van Kooi Spectrum, een speciale lamp heb ik erin zitten. Keurig. En hoe lang brandt dat ding? Die ook sinds december. Maar dag en nacht toch niet? Nee, 12 uur staat hij vandaag. En die gaat automatisch heel langzaam gaat die weer uit. Het is wel een speciale netjes lamp. Kooivoer weer van Mark. Ja, en ook hier ook weer. Ik ben ook weer voornamelijk op Kimitsu begin. En sinds kort ook weer Mark erbij. Oké. Dus en hoeveel voer je hierop? Hier ongeveer, met het apparaatje kan ik niet meer dan 6 keer per dag. 6 keer? En dan heb ik ongeveer 70 gram. Trouwens, ik heb het 2 keer meer, dus 8 keer ongeveer voeren. Dus ongeveer 70, 80 gram per dag. Maar zo te zien
is het niet verkeerd. Nee. Maar je moet hem soms even naar buiten halen. Ja, we gaan hem eruit halen. Heel goed. Meteen de verversing. Ja, daar, meteen verversen. Voor vandaag. Eentje, denk ik. Mooi. Het komt met een lange arm halen. Ja. Het is al even geleden dat jij gemeten hebt, toch? Ja, het is al een paar weken geleden. Zo. Toen was die 38, dus... Daar zit al een goede body op. En dan mocht jij nog uit zeker 6 anderen nog kiezen. Ja. Als laatste. Zeker 6. Klopt. Waarom koos je deze? Op zich die ronde vlek op zijn kop, dat vond ik ook wel hebben. Omdat dat het Sumi nog verder door gaat komen, hoop ik. Dus ja. Ik was wel benieuwd wat die ging doen. En ik had ook Siebe van de Coinpace gevraagd van nee, Siebe help. Want nou, ik was een beetje chagrijnig dat ik laatste was. Welke moet ik kiezen? Hij krijgt nooit die vraag. Nee, hij krijgt die nooit. Dan ga ik stellen hem een keer. Het enige wat een beetje, als ik dan een minpuntje heb, die rechter vind. Oh, trouwens, ik zie het zwart al komen. Die had geen zwart Monteguru. Op de Monteguru. Oh, maar ik zie toevallig net dat een puntje zie ik nou komen. Dus, oh. Dat is volgens Siebe een beetje het enigste minpunt. Maar ja, ik zie al dat zwart daar in het hoekje toch nou, punten komen. We gaan hem zo van heel dichtbij bekijken. Eens even kijken. Ah. Dit is een mooie visie. Even kijken. Ja hoor, daar komt wel wat zwart. Ja. Miste die nog. Ja, maar dat komt wel goed. Even kijken wat deze qua lengte zegt. Weet je wat altijd wel handig is om te doen? Is bij die meetbakken, hè, dat is altijd bij het meten. Die stickers die worden gewoon met de hand erin gelegd. Ja. En om even te checken, want ja, mijn gevoel zegt als ik hier zijn neus er tegenaan dat zet, te ver. Dat ik al 2 centimeter mis. Ja, zij zal. Want als ik hem hier boven de 0 hang, dus dat ik dit zeg, ja. Dan zit hij al op 42, hè? Ja. Zie je dat? Ja. Dus je moet even je meetlint checken. Maar wacht even. Ja, we. Wacht even, je hebt een hoek. Ja. Pot voor 3. Speciaal gekocht. Speciaal gekocht. Wat zeg ik allemaal? Dan moet ik heel even lezen deze, hoe deze werkt. Het schijnt een originele te zijn van de Koi Company. Oh, en dit zijn de centimeters? Ja, ja, ja. Dit, de onderste. Dus, ja, tegenaan houden. Dus, kijk, die mensen. Kan eigenlijk niet mis. Het is ook mijn advies. Als je het je kunt permitteren, regel een meethoek. Die zijn zo accuraat. En dan gefreesd. Ook al gefreesd of geschilderd, maakt niet uit. Dan moet je ze toch even nameten voor de grap. Oh. 42 was kijk, ja, nog niet. Denk ik even een keertje terugdraaien. Altijd echt een neusje tegenaan. 41. Ja. En je had hem op 38 een paar weken terug. Ja, als je 38. Zij is twee. 41, netjes hoor. Hij is ongeveer een aantal centimeter gegroeid in een maand tijd, denk ik. 41, mooi. Rustig. Nou, die wil niet echt rustig doen. Dat is een mooi vrouwtje. Ja. Dat is een mooi vrouwtje. Dat kon je aan de bouw al zien, hoor. Ja. Maar... Had je toen al tegen mij gezegd dat de vrouwtjes er al zijn? Ja. Dus... ja, ja, dat kon je al zien. Maar nou, ik vind die bevestiging altijd wel fijn. Ja, ja, ja. Echt een mooie visje, hoor. Pot voor 3. En als ik... Even kijken. Kijk, die moet echt naar buiten. Als je kijkt naar de benie, dan zeg je, die heeft inderdaad in de schuur gestaan. En dit, het zwart, dat bek wordt helemaal zwart. Ja. Dit in ieder geval tot hierboven, tot net onder onder mijn duim, zeg maar. Rondom de ogen, hier. Dit wordt echt helemaal vanaf de oog zwart, helemaal na die oog zwart.
Hieronder, nou, daar blijft een stipje, denk ik. En hier zie je allemaal spotjes in de benie. Ja, nou, dat was ik benieuwd ook, wat ik ging doen. Nou, als je een beetje geluk hebt, trekt dit allemaal lekker nog omhoog met een mooie lijn. Ja. Dat zou heel tof zijn. Dat zou echt tof zijn. Maar het is tof als het zwart hier bij de bek en hier nog bij komt. Dan ligt dat helemaal in balans. Want je hebt hier keurig wat blokjes met sumi. Ja. Sumi hier al zit er al heel mooi op, zie je dat? Ja. Echt prachtig mooi. Ja, je gaat dadelijk ook naar buiten. Dus. Ja, je trekt, dat sumi trekt nog een beetje hier de benen niet in. Maar dat is een mooie verdeling hoor. Is dit hier nog zwart? Een mooie Showa in balans. Ja. En wat ik zelf mooi vind, en dat is al tof altijd van die Showa's, is, nou zie je hier een paar hi-puntjes achterop. Maar je ziet hier de sumi en hier de sumi, die ben je straks kwijt. Traag dicht. Dus oneffenheden in patroon, zeg maar, die worden vaak opgevangen netjes door de overlappende sumi of wat er dan, meestal is het de sumi wat komt, hè. Ja. Mooi vis, pot voor drie. Zo even die bak schoonmaken, dan maak ik er een foto van. Ja. En dan ga ik je hier alvast bedanken voor bezoek. En voor het mooie landschappelijke omgeving. Ik ga het allemaal niet filmen, maar het is wel te koop, hoor ik. Ja. Dus kijk maar op Funda en Milo. Ja, dan vind je een boerderij, dan vind je nog wel iets. Ja. En mocht je nog een auto nodig hebben, moet je ook naar Milo. Ja, dan weet je ook de weg. Tot de volgende challenge. Dankjewel. Dank je. Hoi.